Goedemorgen allemaal. Nou, ik zei net al, ik zie bekende gezichten. Dat is altijd leuk, maar ik zie ook nieuwe gezichten. Dus welkom. Mijn naam is Sanne. Ik ben van de Allianz Kinderarmoede. En vandaag gaan we het hebben over armoede bespreekbaar maken. En dat is niet voor niks, want deze kenniskringen, daarvoor kijken we altijd heel goed naar wat onze partners, waar ze behoefte aan hebben, waar ze vragen over hebben. En doordat armoede vaak zo verborgen is en mensen het lastig vinden om erover in gesprek te gaan, hebben we voor jullie vandaag 3 voorbeelden van partners die armoede bespreekbaar maken, elk op hun eigen manier. En gewoon om jullie te inspireren van wat voor manieren er allemaal zijn om over armoede in gesprek te gaan. Nou, zij gaan hun voorbeeld en hun ervaringen met jullie delen. Ik zei al, het zijn er 3. Dus wat we hebben gepland om vandaag te doen is dat zij elke 10 minuten vertellen, maar om de beurt. Dus eerst 10 minuten het eerste voorbeeld. En dat is Rosalie gaat ons vandaag wat vertellen van Studio 50 Second. Dat gaan we dus eerst doen. Die gaat 10 minuten wat vertellen. Daarna... Oh, brandt wat op mijn scherm. Sorry jongens, ik ben even afgeleid. Nadat Rosalie 10 minuten heeft verteld, kunnen we haar vragen stellen. Dus is de tijd voor het gesprek. Dan is er weer 10 minuten is de volgende aan het woord. Dat is Carinda van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Die gaat dat vertellen. Dan hebben we weer 10 minuten om vragen te stellen aan Carinda. En dan als laatst is Rochelle Herema die 10 minuten wat vertelt. En dan hebben we weer ruimte voor gesprek. Heb je tussendoor al vragen, mag je in de chat stellen. Ik vind het goed om even te vertellen dat de sessie wordt opgenomen. Maar de stukken waar we met elkaar in gesprek zijn, die zullen we nooit delen of die zullen nooit online staan. Dus dat is vast goed voor jullie om te weten. Wel prettig als het lukt om je camera aan te zetten, want dan kunnen we elkaar zien. En dat maakt het gesprek altijd weer een stuk gezelliger. Nou, dat was de opening. En dan ga ik jullie nu ga ik het woord geven aan Rosalie. Rosalie, jij mag starten. Wil je eerst vertellen wie je bent en waar je werkt? En dan is het woord helemaal aan jou. Dankjewel, Sanne. Ik ben Rosalie Fleuren. Ik ben de onderdeel van de zakelijke directie van Studio 50 Second. Ik doe daar de fondsenwerving en de organisatie eigenlijk van onze projecten. Studio 50 Second is een theaterorganisatie in de basis voor jongerentheater. Maar dat is aan het uitbreiden. We zijn nu ook, we spelen onze voorstellingen op allerlei plekken. De basis van Studio 50 Second is eigenlijk dat we vertrekken altijd vanuit de ervaringsverhalen van jonge ervaringsdeskundigen. En dat betekent dat wij thema's kiezen die bespreekbaar moeten worden gemaakt. En daar is armoede natuurlijk eentje van. En dat we daar schrijvers bij zoeken, jonge mensen, omdat wij uiteindelijk veel voor scholen spelen. Maar ook omdat we denken dat de nieuwste generatie echt wel iets te zeggen heeft dat gehoord moet worden. Wij bundelen al hun ervaringsverhalen, hun teksten. Soms maken ze spoken word, soms maken ze scènes. Vaak zijn het gewoon echte monologen uit hun leven. In één voorstelling. Zodat je eigenlijk een hele brede mix krijgt aan ervaringen die echt waar zijn, die uit het leven zijn gegrepen. Dan kan één of meerdere acteurs brengen die verhalen op het podium. Professionals zetten dat op een manier die zo mooi mogelijk is. En daarna spelen zij dat. Daar hoort altijd een gesprek bij. Dus we doen het niet voor niets. We willen die ervaringen zo puur mogelijk overbrengen. We spannen ons heel erg in om die jongere ervaring of de binnenwereld ook echt te vertalen. En daarna het gesprek zo goed mogelijk te voeren. Dus we zijn in het bespreekbaar maken van eigenlijk vrijwel alle onderwerpen zo langzamerhand expert aan het worden. En een van de eerste onderwerpen die wij hebben bespreekbaar gemaakt is armoede. Waar wij al heel snel achter kwamen toen wij begonnen met het zoeken van schrijvers naar mensen die hun ervaring wilden delen, was dat mensen zichzelf helemaal niet zo herkennen in de term arm. Echt helemaal niet.
Dus dat kwam een heel erg stilte op. En dat heel erg, we hebben voorstelling gemaakt over seksueel grensoverschrijdend gedrag. We hebben met jongeren in de gevangenis geschreven. We hebben over gender en seksuele oriëntatie geschreven. Maar bij geen enkel onderwerp was de schaamte zo groot als bij armoede. Mensen durven dat echt niet, willen daar helemaal niet over hebben. Dus één belangrijk ding dat we hebben gedaan is gestopt met praten over arm. En het meer te hebben over minder dan genoeg geld of meer dan genoeg geld. En dat maakte al wel een heel belangrijk verschil. Dus we gingen in eerste instantie met de voorstelling de klas in. En als we hadden we allerlei ervaringsgerichte oefeningen om een beetje mensen te laten voelen wat ongelijk of oneerlijk is aan het verschil tussen arm en rijk, zonder dat zo specifiek te benoemen. Want mensen hebben toch een beeld van armoede als iets heel extreems, als iets heel zichtbaars. Het is natuurlijk heel vaak juist onzichtbaar. Mensen kunnen hele mooie kleren hebben en daardoor niet meer genoeg geld hebben voor iets anders. Of die kleren hebben ze helemaal niet betaald nog. Dus dat is heel mysterieus eigenlijk. Je kunt het pas zien als het veel te laat is. Dus we hebben de voorstelling... In de voorstelling zat een moment dat een leerling op het podium stond en moest vertellen hoeveel zijn of haar kleren kosten bij elkaar. En dan deden we snel een rondje van nou, hoe duur is je outfit? En dan, ja, dat is natuurlijk al snel veel meer dan je denkt. Omdat je schoenen alleen al misschien 100 euro waren. Of een ketting die je draagt. Dus dat waren allerlei kleine dingetjes. En naderhand in dat gesprek hadden we het dus ook over minder en meer dan genoeg. Dan deelden we de klas in twee en dat bleek toch wel te werken. Dat er altijd wel kinderen waren die durfden of die konden toegeven. Ja, ik heb minder dan genoeg. Als mijn schoenen stuk gaan, dan kunnen mijn ouders niet meteen nieuw kopen. En dat was dan wel een hele... wat we dan deden was niet dat die kinderen aan alle kinderen met meer dan genoeg moesten iets gaan vertellen. Maar juist dat de kinderen die zich bij minder dan genoeg hadden geplaatst, dat die met elkaar gingen praten. En de mensen die bij meer dan genoeg zaten, over hun privilege eigenlijk gingen praten. Van wat betekent dat nou als je genoeg geld hebt? We spelen die voorstellingen niet meer. We kunnen voorstellingen niet meer... kunnen ze niet 5 jaar achter elkaar spelen. Maar we hebben wel een spin-off gemaakt voor het bedrijfsleven. Omdat we daar ook voor hebben gespeeld. En dan merkten we dat theater een hele mooie manier is om gesprekken te starten. Dus om iets open te breken of om als startpunt te nemen voor een gesprek. Dus dat hebben we ook gedaan. Er zijn verschillende organisaties in Friesland... is er een alliantie gestart en in Rotterdam, in Enver, waar Eigen Schuld, die voorstelling, echt een begin was voor het veranderen van beleid. Maar dat is dan natuurlijk ook zo dat alle medewerkers die daar toen bij waren, wisten dat dat de bedoeling ging zijn. Dus dat is een hele mooie ding en dat willen we wel blijven mogelijk maken. Dus we hebben een monoloog ontwikkeld, Onschuld. Waar we eigenlijk één heel centraal thema uit Eigen Schuld hebben genomen. Zodat die iets korter is, zodat je sneller dat gesprek in kan. En dat thema is natuurlijk die schaamte. Want, en vooral de stress waar iemand in zit als je in de armoede zit of als je geldgebrek hebt. Dan gaat je IQ gewoon... naar beneden. Je bent continu bezig met slimme beslissingen nemen. Namelijk alleen al boodschappen doen is een hele stressvolle situatie. En dat hebben wij met Onschuld als centraal thema genomen. Om in ieder geval te starten vanuit het punt van empathie en inlevingsvermogen. Ik wil dan heel graag Sanne, Carlijn vragen of jullie de
de korte video die we hebben van onschuldrelatie. Wordt geregeld. Als ik trek heb, rekenmachine. Als iemand jarig is, rekenmachine. Als ik zelf jarig ben, rekenmachine. Wij verzoeken u het openstaande bedrag binnen 5 dagen na heden alsnog aan ons te voldoen. Wat er dus altijd gebeurt, wat we altijd doen, wij geloven zo in die basis van de ervaring van een ervaringsdeskundige, dat we eigenlijk meestal niet zelf hierover praten. Ik had ook graag een ervaringsdeskundige meegenomen vandaag, maar ze kon helaas niet. Want na de hand gaan we altijd in gesprek met die ervaringsdeskundige, want daaraan moet je eigenlijk al die vragen kun je gewoon stellen. Dat is eigenlijk wat wij heel erg willen laten zien. Dus je ziet in deze video zitten verschillende verhalen gebundeld van onze jonge schrijvers die opgroeiden in armoede. Of die al, al wat ouder waren en hun eerste betalingsachterstanden meemaakten. En daarna willen we eigenlijk het woord geven aan hen. Bijvoorbeeld wat ik had willen vragen is hoe, zeg maar, wat hadden wij moeten zeggen of wat hadden wij kunnen doen om jou uit die schaamte te krijgen of te laten weten dat je je voor ons niet hoeft te schamen. Want dat kunnen wij wel zelf gaan verzinnen, maar iemand kan daar natuurlijk het beste zelf antwoord op geven. Dus wij geloven heel erg in dat gesprek openen en met elkaar praten. En dat is dan ook wat we altijd zouden bieden. Dus nadat je vanuit die basis van, oké, zo is het. Dit is jouw ervaring in de dagelijkse praktijk. Dat is namelijk een verhaal dat ze al veel te vaak hebben moeten vertellen. Dat het heel moeilijk is om over te brengen. Dus als je mee bent in, oké, als je voor €20 je hele week boodschappen moet doen voor 2 mensen, dan heb je al zoveel moeilijke beslissingen genomen in de dag. Dan is misschien dat mooie paar schoenen voorbij lopen op een gegeven moment weer heel vervelend. Wil je gewoon 1 keer iets voor jezelf doen en dan doe je toch weer iets lastigs. Nou ja, dat allemaal duidelijk is. Na die voorstelling, dan snap je elkaar allemaal net iets beter. Mooi hoe je ons er zo in meeneemt. Wilde je het nog? Had je nog een laatste zin? Een laatste zin. Vragen komen in de chat, dus die wil ik natuurlijk graag aan jou stellen. Nou, dat is goed, want daar wilde ik ook naartoe. Dus dat komt mooi uit. Omdat ik je bericht zag, Marije. We spelen nu inderdaad voor ondernemers. Want we merkten toen we bijvoorbeeld bij de Triodos Bank speelden, dat er heel veel onduidelijk is. Zij zien zichzelf bijvoorbeeld als een hele toegankelijke en idealistische bank. Maar toen wij eigen schuld of onschuld speelden, zagen zij in van, nou, eigenlijk zijn we heel, heel hoogdrempelig. Dat groene, dat duurzame, dat is gewoon heel erg duur. Dus dat is helemaal niet zo inclusieve boodschap als wij dachten. En dat willen we heel graag breder trekken. Want mensen met empathie behandelen, dat is echt een hele belangrijke stap. We hebben ook bijvoorbeeld voor een Bali-medewerker in de gemeente Amsterdam die dacht, nou, dat hele onderwerp, ik ben gewoon een schakel, ik kan helemaal niets doen. En die na het zien van de voorstelling toch dacht, ja, we hebben het ook wel heel lastig gemaakt.
En als iemand al zo gefrustreerd binnenkomt met alle regels die ze hebben moeten voldoen, je hebt één ding vergeten, ja, dan die zitten tot hier in de stress. Dan misdragen ze zich voor die baliemedewerker, dan sturen ze beveiliging, staan ze buiten, hebben ze nog niks. Als medewerker, als onderdeel van die schakel, kun je natuurlijk wel iets doen. Dus heel specifiek, Rosalie, jullie spelen dit nu in het bedrijfsleven. En dan dus voor de medewerkers, hè, voor de teams binnen die bedrijven. Ja. Ja. Onder andere dus bij een bank of bij een gemeente. Maar in ieder geval in teams. Voor teams. Voor teams. Wat ik heel mooi vind aan je verhaal, Rosalie, is dat jij het ook hebt over dat het kan leiden tot bepaalde andere beleidskeuzes. Hè? Dus dat er beleidsmakers of bestuurders zijn die gewoon andere keuzes maken. En dat vind ik mooi, omdat je dan heel erg gaat zitten in het systeem veranderen. En dat is dan meteen ook misschien mijn antwoord op de vraag die ik nu zie binnenkomen. Hè? Wat levert dit kinderen in armoede nou uiteindelijk op? We weten dat er heel veel kinderen in armoede, die hebben ouders die werken. Hè? De werkende armen worden die wel eens genoemd. Dus op het moment dat je in het bedrijfsleven gaat kijken als werkgever, van goh, hoe zorgen wij beter voor onze werknemers, maar ook hè, voor onze klanten en hoe gaan we daar goed mee om? Dan bereik je dus een heel groot gedeelte van de ouders eigenlijk, van deze kinderen. Ja. Daarom is dat belangrijk. En ik denk dat je dus heel erg zit op het niveau van iets veranderen in het systeem en in het beleid. Ik denk dat dit voorbeeld wel heel erg mooi maakt. Tot slot even de laatste vraag, Rosalie, voordat we naar de volgende gaan. En dat is Carinda, dus die zit er vast al klaar voor. Er werd nog gevraagd, waarom spelen jullie nu dan niet meer voor jongeren? We spelen nu andere voorstellingen voor jongeren. Kan het nog, deze voorstelling voor jongeren? Het kan. Het is alleen dat die heel duur is. Ja. Dus het is, dat is een beetje de tricky part. Ja, oké. Want het heeft te maken met hoeveel financiering wij kunnen vinden. Nou, je krijgt nog eventjes een compliment voor dat minder dan genoeg geld. Ik denk, we gaan in de samenvatting, zullen we die elementen ook een beetje aanstippen. Maar ik hoor heel veel elementen in jouw verhaal die het bespreekbaar maken van armoede. Nou, hoe jullie daarmee omgaan. Hè? Jullie hebben voor een bepaalde taal gekozen. Dus niet over armoede, maar minder dan genoeg geld. Ik zie ook heel sterk dat jullie het concreet maken in de verhalen. Nou, als je het hebt over die outfit, wat kost de outfit die ik nu aan heb, dan maak je het ook heel erg concreet en tastbaar. Nou, en zo zijn er nog wel een aantal van dit soort dingen waar jullie heel specifiek voor hebben gekozen. Ja, het is ook omdat ik van tevoren de vragen zag dat ik iets meer naar het jongerenverhaal ben gegaan. Om jullie toch die ervaringen die we in de klas hebben opgedaan te geven. Dus dat... Dankjewel, Rosalie. Rosalie, die blijft nog bij ons. Dus als we straks nog vragen voor haar hebben, dan mogen we die ook gewoon in de chat zetten. En dan kun je die nog stellen. Maar ik zou nu heel graag het woord geven aan Carinda Jansen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dan ga ik jou ook even spotlighten. Niet schrikken, Carinda. Dan kan iedereen jou goed zien. Spotlight, nou. Ja, ik schrik daar zelf wel eens van als ik zo in de spotlight zit. Vandaar dat ik het er even bij zeg. Ik zie nu vooral, dat kan ik meteen iets aan mijn haar doen. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Carinda Jansen en ik ben docent en vooral onderzoeker bij de HAN. En de meeste mensen weten wel dat een hogeschool studenten aanstaande professionals aflevert. Maar niet iedereen weet dat er ook onderzoek wordt gedaan. En dat is wat wij ook doen en dat doen we bij lectoraten. En ik ben onderzoeker bij een van de lectoraten van de HAN. Dat lectoraat dat heet Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. En daarbinnen hou ik me eigenlijk uitsluitend bezig met het thema armoede. En ook wij zijn aan het zoeken naar een andere terminologie. Maar vooralsnog houden we het hierbij. Het mooie van het onderzoekswerk dat ik doe, dat het uitsluitend is met mensen waar het over gaat. En dat sluit dus heel erg aan bij wat Rosalie net zegt. Ik heb zelf niet de ervaring van een leven in armoede. Dus ik kan daar ook niks over zeggen. Dat betekent dat ik andere mensen nodig heb om mij daar informatie over te geven. En dat betekent dat we altijd in een groep werken aan verschillende soorten onderzoeken.
En die onderzoeken die dragen altijd bij aan verbeteringen in de praktijk. En het mooie is dat we het zo betekenisvol vonden om met ervaringsdeskundigen te werken, dat we bij de HAN, ons lectoraat heeft als eerste voor elkaar gekregen om een ervaringsdeskundige gewoon vast in dienst te nemen. En daar ben ik iedere dag nog blij mee dat we dat voor elkaar hebben gekregen en dat de HAN daar ook toe bereid was, dat hij ook begrepen, hey, dit voegt wat toe aan onderzoek en aan onderwijs. Dat deze ervaringsdeskundige die zit ook in het onderwijs. Goed, zo kwam een vraag bij ons een tijd geleden van bijvoorbeeld de vrijwilligerscentrale in Nijmegen. En die zeiden, zouden jullie bij ons een workshop willen doen? Want onze vrijwilligers die krijgen geregeld te maken met gezinnen waar ze iets moeten doen als vrijwilliger. En dan zien ze dingen waardoor ze denken, hey, er zou sprake kunnen zijn van armoede. Maar dan weten ze eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen. Nou, we hebben vervolgens een hele standaard workshop aangeboden. En tijdens die workshop bleek vooral dat mensen het gesprek met de ervaringsdeskundigen zo fantastisch vonden. Want dat is wat waar passie naar uitgaat, waar mensen harder voor willen gaan lopen. Als je verhalen hoort, dan doet dat wat. En dat is precies wat Ben Franklin zei, dat is die quote die op deze slide staat. Ja, je kunt mensen wat vertellen, dat geldt ook voor studenten, maar dat geldt ook voor professionals. Je kunt mensen wat vertellen en dan verdwijnt het ergens naar achter. Je kunt het echt onderwijzen, met theorieën bij. Maar als je mensen betrekt bij dat wat je wil overdragen, dan leren ze en heb je ze, zeg ik wel eens, ook in het onderwijs. En dat betekent dat we dus op zoek zijn gegaan naar een manier om niet een workshop aan te bieden, maar meer een beleving aan te bieden, zodat we mensen meer kunnen betrekken bij het thema armoede en dat ze het eigenlijk kunnen invoelen. En we zijn met een aantal ervaringsdeskundigen, professionals en vrijwilligers op zoek gegaan naar wat zou dan een mogelijk antwoord kunnen zijn. Mag ik de volgende slide alsjeblieft? We hebben een aantal dingen bedacht en we hebben dat ook op een gestructureerde manier gedaan. Dus we hebben een armoede experience ontwikkeld. We hebben een spel, kansen keren. En wat we ook doen, dat is een 50 euro week. En dat heeft eigenlijk op de eerste plaats allemaal te maken met bewustwording. Omdat je kunt wel iets willen bespreken, maar als je er niet van bewust bent dat het überhaupt bestaat, zoiets als armoede. En die studenten, die hebben wij echt ook in huis. Je kunt willen dat mensen dingen bespreken, maar het gaat erom, ergens moet eerst die bubbel open, moet een raampje open om je überhaupt te realiseren, hey, er zijn mensen die in een andere bubbel leven dan wij. Dus die armoede experience, die hebben wij ontwikkeld. Ik ga daar zo meer over vertellen. Het wordt nu aangeboden binnen de HAN op meer plekken. En dat vind ik van hele grote waarde, want dat betekent dat het niet alleen naar social work gaat, waar ik zelf het meest aan verbonden ben. Maar we doen dat bijvoorbeeld ook bij studenten die economie studeren en recht en die later juf of meester worden, dus bij educatie. En daar hebben we de afgelopen jaren echt grote stappen mee gezet, omdat mijn overtuiging, en ik schat in ook die van jullie, mijn overtuiging is, we kunnen het als sociaal werk proberen op te lossen, maar uiteindelijk zijn het ook de economen en zijn het de juffen en de meesters en de mensen die jurist zijn, die op een ander niveau kunnen bijdragen aan armoede en misschien nog wel een veel belangrijker niveau. Soms denk ik wel eens, het zijn sociaal werkers, waar ik wel eens les aan geef, die kunnen goed dweilen. En het zijn de economen en de juristen en die kunnen de kraan dichtzetten. Maar dat kan alleen als ze snappen en misschien op een bepaalde manier kunnen invoelen wat armoede doet. En we hopen met dit soort activiteiten, dit soort ervaringsleer, dat er uiteindelijk ook betere beleidsbeslissingen worden gemaakt. Goed, ik ga wat vertellen over die experience. Op deze foto, de vorige foto, zag je een groepje mensen bij elkaar. En dat zijn studenten, dat is een collega van mij en een ervaringsdeskundige. En wij hebben met een nog veel grotere groep, dit is maar selectie, hebben we nagedacht, nou wat zouden we nu willen? We zijn erop uitgekomen, wij willen een soort beleefroute door de HAN. Een fysieke route. En wij hebben twee ervaringsverhalen daarvoor benut. En we hebben uit de levens van deze twee mensen, dat gaat over Jessica en Arnold. Jessica die zit hier ook op deze foto. Die hebben hun persoonlijke verhaal beschikbaar gesteld. En daar hebben we elementen uitgehaald die
raken. Waarvan je denkt, hey, dit zijn sleutelmomenten in een mensenleven of in haar leven geweest. En vervolgens zijn we gaan kijken en kunnen we dit op de een of andere manier nabootsen. En dan weten we natuurlijk, het blijft altijd iets wat veel meer aan de oppervlakte is dan hoe Jessica dat heeft beleefd. Maar zij bleef daarbij, dus zij kon in ieder geval ook zorgen dat het allemaal heel integer werd gedaan. En ook, ja, we hebben met elkaar gekeken, hoe kunnen we nou een stukje uit jouw leven hier nadoen in de hand. Mag ik nu de volgende slide? Dankjewel. En wat we hebben gedaan, dat is bijvoorbeeld het verhaal van Jessica. Zij vertelde ons dat er op een gegeven moment zoveel mensen bij haar aan de deur kwamen. Die kwamen zeuren over openstaande schulden. Dat zij met haar kinderen, zodra de bel ging, onder de tafel ging zitten. En dat ontwikkelde zich langzaamaan tot een veilig plekje. Ze had een standaard een heel groot laken over de tafel. En als de bel ging, ging zij met haar kinderen onder de tafel, laken naar beneden. En ze had altijd spelletjes daar. Dus ze ging met haar kinderen spelletjes doen onder het tafelkleed. Om de aandacht af te leiden. Dus de kinderen die hebben aan, nu is het, die kinderen zijn inmiddels wat groter, maar als de bel ging, dan gingen die kinderen onder de tafel zitten, want dan gingen ze spelletjes doen met mama. Zo heeft Jessica haar enorme veerkracht en creativiteit aangewend om haar kinderen te behoeden voor de stress die ze vanzelfsprekend wel hebben gevoeld. Dat gevoel, dat wilden we overdragen aan de deelnemers van de experience. Dus die liepen door de hal en gingen van situatie naar situatie. En dit was er eentje van. Dus we hadden een ruimte zo ingericht dat ze dit konden meemaken. En wij hadden heel nadrukkelijk belgeluid. En we hadden een laken over die tafel en geluid van kinderen die onder die tafel. Dus we probeerden dat zo levensrecht mogelijk te maken. De mensen die deelnamen, die werden in eerste instantie gebriefd. En die kregen instructie mee en die liepen zo door de hele hal. Moesten allerlei activiteiten doen. En op het einde was Jessica er en was Arnold er, die een andere route begeleidde, om kennis te maken en wat meer te vertellen over hun eigen leven. En dat was echt een hele betekenisvolle dag. Nou, het was een halve dag. Maar ook heel intensief, dat kun je je voorstellen. En vlak daarna kwam corona en we hebben dat dus niet verder kunnen doorontwikkelen, omdat we gewoon niet meer naar de hand mochten met z'n allen. En toen was er een groep studenten en die hebben het op zich genomen om er een online versie van te maken. Mag ik de volgende slide? En wat we nu hebben gemaakt, en dat staat nog helaas nog iets verder af van de werkelijkheid. Dus wil je dat echt kunnen inleven, is online toch echt wel wat moeilijker. Maar we hebben op grond van de verhalen van mensen met ervaringskennis, hebben we een zestal modules gemaakt die je online kunt doen. En de bedoeling is altijd in een groep en altijd met gesprek. Net zoals wat mijn voorganger net zei, van het gesprek daarover, dat is echt het belangrijkste. Dat je bespreekt, wat voegt dit nu toe aan mijn kennis en mijn vaardigheden als aanstaand professional of als professional. En online, de link die staat hieronder, maar die zal ook worden nagestuurd. Online maak je kennis met Sonja en haar twee kinderen. Dat betekent, je krijgt een filmpje van Sonja, je krijgt een filmpje van dat zij naar de voedselbank gaat en daar hoort ook een opdracht bij. Er is ook een opdracht en dat heet keuzestress. En wat je daar doet, dan krijg je een bedrag van €80 en je ziet in beeld dat je keuzes moet maken. Kies je nu voor minder geld of kies je voor een sociale activiteit of blijf je thuis, hou je meer geld over. Kies je voor het maken van de bril van je kind, ja of nee. Zo ja, dan zie je het geld teruglopen. En dat is iets wat wel werkt en dat is voor iedereen. Iedereen die nu luistert is dat toegankelijk. Alles wat wij maken is publiek. Dus u kunt daar gebruik van maken in te zetten bij uw eigen workshop bijvoorbeeld. En als je dan hebt over in gesprek komen over armoede, dan is deze experience online eigenlijk een hele aardige manier om in ieder geval het gesprek met elkaar aan te gaan. En dan heb ik het over gesprekken met mensen die een bijdrage kunnen leveren of die in de aanpak van armoede actief zijn. Natuurlijk altijd een gezamenlijke afronding, dat is standaard. Dus ook bij deze. Dus als je dat online doet, nodig je daarna iedereen online weer uit om na te praten. En dit kun je ook hybride doen, dus je kunt ook best iets in een klaslokaal doen en mensen zelf de dingen laten doen.
Of op een andere plek laten doen, terug laten komen. Of het combineren met fysieke activiteiten. Er is een draaiboek, dat hebben studenten gemaakt. Dus het is eigenlijk een kant-en-klaar pakketje. En het leuke vind ik is dat al onze eerstejaars social work dit in ieder geval doen. En dan wordt ons onderzoek ook altijd weer goed benut. En die persoonlijke verhalen van de ervaringsdeskundigen. Achtervolgende slide, want toen werd het nog interessanter. Toen kregen we de vraag, oké, kun je dit op een nog andere manier aanbieden? Hè? Dat nog meer mensen zo'n experience, zo'n beleving meemaken. En dat was tijdens een congres afgelopen maart. Dat was een congres van de HAN. En wat we daar hebben gedaan is, bij de entree, dat waren mensen van allerlei achtergronden, allerlei academies. Ze kwamen binnen en ze kregen de vraag, wil je meedoen aan een experiment? Zo nee, hartstikke bedankt, fijne dag. En zo ja, dan kreeg je een groene of een gele sticker. En je ziet hier Janneke met een stickertje. Dus mensen kregen een sticker en we vroegen hun telefoonnummer. En zij werden gedurende de hele dag geconfronteerd met een achtergestelde situatie. Of juist niet. Dus de mensen met de groene sticker, die werden bij de entree van de grote zaal. Die mochten vooraan zitten. Die kregen een fijne, u mag helemaal vooraan. En welkom, fijn dat u er bent. En de mensen met de gele sticker, die mochten achteraan gaan zitten. En daar was verder weinig aandacht voor. En zo hadden we eigenlijk de hele dag door. Kregen mensen ook WhatsApp berichten. Dat ze zich moesten melden voordat ze naar de workshop gingen. En ergens een code moesten downloaden. Langs moesten komen bij een centraal punt. En pas dan naar de workshop mochten. Dat was om het kastje-muur-effect na te bootsen. En de mensen met de groene sticker, die kregen, wat fantastisch dat u hebt gekozen voor deze workshop. En we hopen dat u het fijn heeft. Mocht er iets zijn, kom alsjeblieft naar ons toe. Wij helpen u met alle problemen die er maar mogelijk zijn. En ook hier weer was er nazorg. Dus op het einde konden mensen met elkaar in gesprek. En hebben we ook het geheel voorzien van theorie, want het is natuurlijk wel een hogeschool, dus we kunnen niet zomaar allerlei dingen doen. We moeten het ook verbinden aan waarom nou precies deze ervaring en wat weten we hierover en wat zou u eventueel kunnen doen. Dus dat was een hele dag, heel intensief, maar ook met goed resultaat en dat betekent leerzaam voor iedereen die deelnam. Omdat bijvoorbeeld we erachter kwamen, helemaal onvoorzien, dat de mensen met de groene sticker elkaar gingen opzoeken en niet die met de gele sticker. Dus er ontstonden daar ter plekke bubbels al. Nou ja, als onderzoeker is dat natuurlijk hartstikke interessant en we willen ook kijken of we daar ja, onderzoeksmatig ook nog wat meer kunnen leren en het nog meer kunnen verbeteren. Even kijken, mag ik de volgende slide? Dan komt volgens mij een voorbeeld. Kijk, is dit ongeveer de laatste slide? Dit is de laatste slide, okay. Ja. We hebben het zo gemaakt dat dit ook overdraagbaar is. En ook met wat informatie erbij, zoals je ziet. Dus het is, doordacht, samen met mensen met ervaringskennis natuurlijk. Dat was het. Dit waren de slides. En ik kan makkelijk nog een uur doorpraten. Maar mag niet. Ja. Dat snap ik, want jullie maken gewoon heel veel. Dus voor de mensen die kijken, het was al moeilijk om even keuzes te maken van wat ga je laten zien van de HAN. Maar dit waren er een aantal waarvan wij dachten, nou, dat zijn dingen die je zelf kunt gebruiken. En die allemaal weer net een beetje anders zijn. En laat heel mooi ook die ontwikkeling zien die jullie hebben gemaakt in het vormgeven van al deze producten. Zijn er vragen aan Carinda? Je mag dat in de... ik zie in ieder geval dat het heel interessant is. In de chat. Mocht je zeggen van ik heb wel een vraag, maar ik vind het vervelend omdat het type in de chat. Je mag ook je microfoon aanzetten. Dan ga je met je muis naar beneden in het scherm en dan helemaal links onderin klik je op die microfoon. Dat mag ook. Ik herinner jij net nog wat zeggen. De andere dingen die wij doen, daar zal ik linkjes van sturen naar jullie, zodat jullie dat bij de terugkoppeling mee kunnen sturen. En wat ook wel werkt bij ons, dat is erg gericht op studenten vooral. Want dat zijn de mensen die uiteindelijk het veld in gaan. Hè? Die jonge aanstaande social workers of economie studenten. Dat is een 50 euro week. Dus dat doen we in oktober. Inmiddels dit jaar zal het de vierde keer zijn. En dat we studenten uitnodigen om een week lang van 50 euro te leven. Inclusief het weekend, want dat is voor studenten altijd een beetje pijnlijk. En dat ze ook de ervaringen terugbrengen in de klas om met elkaar te spreken over okay, hoe helpt dit mij om een betere professional te zijn. Dat werkt ook wel.
Dat wordt altijd ingeleid door iemand die ook ervaringsdeskundig is. Dus die vertelt ook hoe hij of zij dat heeft beleefd of nog beleefd. Dus dat is ook heel behulpzaam en zo door iedereen te gebruiken. Dit jaar gaan we trouwens samenwerken met Provisie daarin. Dus die doen dat ook. Nu doen we het in dezelfde week, wat ik heel tof vind. En dan proberen we daar zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken, zodat we veel mensen daarin kunnen bereiken. En het is nadrukkelijk niet bedoeld om likejes te genereren. Het gaat over het gesprek daarover. Nou, zit ik alweer te babbelen. Wat waren de vragen? Peter Bob vraagt zich af, die online module die jullie hebben met die armoede experience, voor wie kun je die gebruiken? Want hij is op zoek naar iets voor werkgevers. Ja, dat kan wel. Die kun je daar ook voor gebruiken. Met die modules, je zou ze gewoon een keer kunnen doorlopen. Hè? Even aanklikken en kijken wat daar de bedoeling is. Je kunt het draaiboek opvragen via die website bij een collega van mij, die stuurt het je op. En dan kun je zelf inschatten, nou, bij deze doelgroep zou deze module wel of niet passen. Dus je zou altijd een kennismaking filmpje kunnen doen met de moeder van het gezin. En dan kies je wat voor jouw doelgroep het meest interessant is. En bijvoorbeeld ook zo'n idee over de voedselbank. Mensen hebben geen idee van de voedselbank, maar wanneer mag je daarheen? En hoe werkt dat eigenlijk? Dus dat geeft al best wel veel informatie. En zo'n keuzestress, dat doe je in 10 minuten, je bent er zo mee klaar. En daarna kun je echt wel een goed gesprek voeren. Die keuzestress is voor iedereen interessant. Ja, mooi. Dan wordt er nog, er zijn ook een aantal mensen die geven andere voorbeelden. Bijvoorbeeld een uur in de bijstand van Divosa. En er zitten nog wat specifiekere vragen in de chat. Nou, die kun jij ook zien, Carinda. Misschien dat je ze zo eventjes kunt doorlezen en ernaar kijken. Ik wil namelijk ook voldoende ruimte geven aan Rochelle, onze laatste spreker, om nog te vertellen over wat zij doen bij Stichting Positive Minds. Zeker ook omdat ik een vraag voorbij zie komen over voor op de basisschool, groep 6, 7, 8. Ik denk dan is het ook leuk om misschien te horen wat Rochelle doet. Dankjewel, Carinda. Ja. En ook iedereen bedankt voor de vraag. Hè. Gaan we op reageren? Maar ik ga nu kijken. Rochelle in de spotlight zetten. Ja, precies. Ik had het al een beetje verwacht. Met de volgende aankondiging. Dus dat, Rochelle Hierema, initiatiefnemer van Stichting Positieve Maat. Ik werk nu al zo'n 10 jaar als beleidsmaker. En nou ja, ik zag het, ik zie het heel veel voorbij komen van met mensen het gesprek gewoon aangaan en daardoor met kinderen die het er straks gewoon het moeten doen, het gesprek aangaan. Mag naar de volgende kalender. Yes. Positive Minds in stichten met een bestuur en heel fijn een aantal ambassadeurs die ze daar bezighouden om ook het onderwerp armoede dan bij kinderen dan bespreekbaar te maken. Waardoor met kinderen, nou ja, dit is onze toekomst. En onze doel is om aan alle kinderen gewoon de kans te geven om ze te ontwikkelen. Nou ja, dat hebben we gehoord, dat gaat niet altijd zo vanzelfspreken. Dat zit de multiproblematiek gewoon bij gezinnen. Deze kinderen groeien in gezinnen waar armoede is, waar het geldgebrek, stress en spanning onder de tafel dan gaan zitten als je de bel dan aangaat. Hoe kan je er dan ontwikkelen? Als stichting hebben we een aantal, we noemen het programma, dus geen projecten, maar programma's die wij in de scholen doen. Onze carousel Jongeren in Geld, dat is voor de middelbare scholen, voor het derde en de vierde jaar van de middelbare school. En dan komen alle organisaties die iets met geld verdienen en geld uitgeven, komen in de klas. Maar vandaag ga ik jullie even iets meer vertellen over onze leskis, die ontwikkeld is voor groep 7 en groep 8 van de basisschool. Mag de volgende kennen? Hij staat hier. Zoals jullie het kunnen zien, het is een kist, echt een leskist. Daar zitten boeken, 30 boeken zitten erin. En daar zit er een lesbrief voor de docent met een gebruiksaanwijzing van hoe het project gedaan kan worden. En allemaal opdrachten voor kinderen. En het idee is dat het door middel van de boeken
gaan ze verhalen lezen en dan het gesprek aangaan van hoe is de situatie. Alle boeken die erin zitten, hebben iets te maken met kinderen die in moeilijke situatie en armoede opgroeien. En dat zijn bestaande boeken. En we hebben dan opdrachten daarvan bij van gemaakt. En dan is het van, hoe ga je daarmee om? En hoe kan de docent dan de gesprek in de klas dan met de kinderen? Zorgen dat deze generatie het op een andere manier dan gaat doen. Mag die naar de volgende kleur? Nog meer? Ja, nou, dan zie je jullie dan naar de kinderen die dus dat allemaal hebben gedaan. Onze doel is om bewust worden bij kinderen te stimuleren. We zorgen dat het deze generatie het nu op een andere manier dan oppakt. En dan hopen dat er straks, nou ja, iemand gaf er net een voorbeeld, dan onder de tafel gaan zitten als hij de bel dan gaat. Ik werk als beleidsmaker en we zien het er ook al heel veel dat de post niet wordt opengemaakt. Dat is voor jullie zeker gewoon helemaal niet raar. Maar dan zie je dat de voorbeelden, rolmodellen zijn die we nu kregen. Dan gaan die kinderen het op die manier ook straks dan ook wel doen. Dus als je dan, ik hoop dat het door het lezen, door het meemaken, het gesprek aan te gaan en te begeleiden, dat de kinderen straks denken, oh, het kan op een andere manier. En dan in de klas, op een vertrouwde locatie, dan de gesprek dan aangaan. En als je in zo'n situatie komt, dat je denkt, oh, maar toen hebben ze gezegd dat ik dit of dat gewoon kon doen. Dat je het op een andere manier kan aanpakken. En we hebben het altijd over de kinderen. En hier hebben we het met de kinderen. Zij zijn ook ervaren deskundig. Maar omdat je ze dan geen vragen dan in zo'n manier kan stellen, is dat heel goed om in de belevingswereld van kinderen te zitten en dan de gesprek dan aan te gaan. Nou ja, dan hoop ik dat de leerkracht ook een signaalfunctie gewoon kan hebben. Dus we proberen ook richting de leerkracht ook heel veel te doen met tips. In de lesbrief die we hebben gemaakt, die wordt er per gemeente op maat gemaakt. Met de sociale kaart van de gemeente, zodat de docent, hoop ik ook in het gesprek misschien met de ouderen gesprek op een ander moment, als een ouder kan helpen om daar van wat kan je aanvragen, wat kan je doen. Dus niet alleen bij de kinderen, maar hoe zorg je dat het dan de organisaties eromheen, de regelen die de gemeente hebben. Onze doel is om het samen te doen. De KIS op zich gewoon is een instrument om het gesprek, maar het moet het wel een samenwerken zijn met alle organisaties die dan iets om de kinderen dat doen. En dat zijn alle onze projecten, alle onze programma's gaan erom. Hoe zorg je van de gesprek dan, dat je het dan gezamenlijk dan doet. Mag er de volgende kalender? In de klas, dit is een klas in Venlo. En dan dan gaan de kinderen dan samenwerken. Zo zie je, dan gaat de docent gewoon alles uitleggen. En dan komen de kinderen dan met allemaal ideeën van om het te brengen. Dan hebben we nu dat ze tips gewoon dan geven. Ik weet dat het de wethouder van Tilburg net in de klas is geweest om nadat de kinderen klaar waren met de programma, dan om voor te zorgen dat je dan weer kan zien van wat doen ze, wat hebben ze gedaan, wat heb je geleerd en hoe kan de beleidsmakers daarvan leren. Dus het gesprek gewoon die de kinderen hier gewoon voeren, niet alleen in de klas laten, maar hoe kunnen zij dus aan de beleidsmaker weer tips gewoon dan geven. En tot nu toe hebben een aantal wethouders, maar ook beleidsmakers aan het eind van het project de klas in geweest om het gesprek dan met de kinderen aan te gaan, om daar feedback gewoon van te krijgen, om ervoor te zorgen dat je dat iets mee gewoon kan doen. De volgende slide.
Nou ja, wat ik zei, samenwerken met partners is voor ons heel belangrijk. We doen dat de gemeentes heel vaak gewoon kloppen we als eerste aan om middelen om de kist te financieren. De kist komt er altijd bij ons in de bibliotheek te staan. Ze hebben de infrastructuur ervoor. En ze hebben ook de relaties staan met de scholen. Positief Mind eigenlijk is voor heel vaak voor de scholen geen bekende organisatie. Maar de bibliotheken dan ook altijd wel. Dus dan proberen we dat in samenwerken met de bibliotheek, de maatschappelijke organisaties in de stad rond te betrekken. Omdat zij bijvoorbeeld leergeld en de voedselbank, de weggeefwinkels, alle organisaties die iets met geld gewoon dan doen. Om ervoor te zorgen dat ze in de klas gewoon kunnen gaan. Maar dat de klas ook wel een bezoek gewoon kan brengen aan zo'n organisatie. En nou ja, dat hebben we ook met fondsen in onze regio. Ik zit in de regio Haaglanden. Hebben we fonds 1818 en een aantal fondsen die werken altijd. De Rabobank is een hele actieve in onze regio. En daar werken we heel veel mee. De KIS is dat in de komende schooljaar op zo'n 22 locaties staan erbij. En we hopen dat wij zo beetje bij beetje, we doen dit erbij als vrijwilliger met onze team. Dus we hopen elke keer een aantal gemeentes erbij te krijgen en bibliotheken enthousiast om daar en proberen heel veel aan scholen te doen om informatie te geven. Ik weet dat het gemeente, dat veel ze volgens mij hier de bibliotheek zit, die gaat er nu net beginnen. Dan ook wel met de KIS. En dan gaan we dan proberen te zorgen dat de scholen meer bekendheid en dat het uitgelegd. We hebben allemaal filmpjes op onze site van een paar minuten om de docent helemaal mee te nemen in de voorbereiden dan van zo'n programma. En hij wordt het in de week van het geld, maar eigenlijk door het hele jaar. En het mooiste ervan is dat het heel veel, was ook een vraag van hoe doen we het ervoor te zorgen dat het voor de scholen niet een extra belasting, want de scholen hebben het al zo druk. Het onderwerpen die in de kist zitten pas over lees bevorderen en dan moeten alle scholen daar heel veel aan doen. Dus dat hebben we geprobeerd te passen bij het curriculum van het onderwijs en niet iets extra. Om ervoor te zorgen dat het in zo'n manier daarna aansluit gewoon dan bij het onderwijs. Prachtig. De laatste slide staat op Rochelle. Vragen, en dat mag nu meteen al, maar dat mag dus ook achteraf. Als jullie de eerste het lekker met je collega's erover willen hebben en dan nog vragen voor Rochelle hebben. Dan zorgen we ook dat jullie deze slides krijgen. En, of tenminste, dat die komen bij ons op de website dan te staan. En dan vind je daar ook haar mailadres.